Bij een frontale aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto aan de Afobakkaweg op zondag 1 mei heeft de medeinzittende Marion Lehman Henry het leven gelaten. Haar echtgenoot, Senno, die de auto bestuurde, is op de intensive care van het Academisch Ziekenhuis opgenomen. De vrachtwagen en de personenauto reden in tegenovergestelde richting over de Afobakkaweg. Ter hoogte van mast 40 maakte Steno een inhaalmanoeuvre en kwam op de rijhelft van de truck. Met als gevolg de zware aanrijding. De personenauto belandde onder de vrachtwagen waarbij Marion ter plekke overleed. Beide bestuurders zijn in het bezit van een geldig rijbewijs. En de 32-jarige medeinzittende Clifford Esseboom is na een verkeersongeval op vrijdag 29 april overleden. Een busje met 4 inzittenden reed over de Larecoweg en kreeg een klapband. Hierdoor verloor de bestuurder de controle over het stuur. En het busje ramde een elektrische mast en sloeg 2 keren over de kop. Clifford werd uit het voertuig geslingerd en raakte ernstig gewond. Onderweg naar de spoedeisende hulp overleed hij in de ambulance.